schuld die hij en zijn gezin maar niet te boven komen. Toch blijft hij koste wat kost ondernemen. In een duur maatpak en een flitsende nieuwe auto houdt hij de schone schijn een beetje op. En er werd enorm op gereageerd, vooral ook op social media. Ik krijg wel meer helaas deelwaardes. De, ongeveer dagelijks. Dus ik probeer het op een goede manier op te lossen. Als je nou goed gebeld had en je had gezegd, ik heb geen geld en ik weet dat er een rekening over staat, dat die merk je ook, want ik heb voor weet ik hoeveel aanmaningen gestuurd, dan help ik je. Dat zeg je, wil je onderdoen? Nee. Zeker. Dat scheelt ook 30 euro, geloof ik. Ja, dat scheelt. Ja. Maar weer allemaal hypotheek, dat staat er open. Okay. En iets van Fieldbox, 5000 euro. Fieldbox International, wat is dat? Een Vodafone? Ja, even kijken. Weet je niet wat het is? Welkom hier. En naast jou zit Jacqueline Zuidwijk, directeur schuldhulpverlening ondernemend Nederland. Serge, ik zag er een film en hij maakte enorm indruk, omdat jij iets hebt laten zien waar andere mensen zich kapot voor schamen om het te laten zien. Hoe waren de reacties gisteravond en vandaag op wat je van je leven hebt getoond? Wat je ziet is natuurlijk iets heel schijnends. Armoede, falen en taboe. Schaamte, dat is wat je ziet. En dat is voor zoveel mensen heel herkenbaar. Ik heb echt honderden berichten gehad. Via social media, LinkedIn, Facebook, heel veel. Messenger, ik had vanochtend een man aan de telefoon, die was zeer ontroerd. Die belde mij via Messenger online, zeg maar. En die was aan het huilen. En daarna nog eentje. Waar zaten er veel mensen tussen die zeiden van, ik heb hetzelfde meegemaakt. Ja, ik zit in hetzelfde... Ja. Probleem. Ja, heel veel. Ik denk dat 30% van de reactie die ik gehad heb, die zeiden van, dapper, dat was een categorie. Dat was een categorie, ik wist het niet, dat is echt vrienden. Ook negatieve reacties? Ik niet. Ik heb op Facebook wel een paar dingen gezien. Ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ik was daarvoor gewaarschuwd dat bijvoorbeeld op Twitter mensen dan los zouden kunnen gaan. Maar dat vond ik eigenlijk nog wel meevallen. En ik snap ook heel veel van die reacties die ik... teruggelezen heb, dacht ik van ja, die hebben ook wel een punt en ook wel gelijk. Heel even uitleggen voor de mensen die de film gisteren niet gezien hebben, de documentaire, want jij bent ondernemer, nog steeds, en je hebt op een gegeven moment in 2009 heb je vastgoed gekocht op een moment dat de markt op inklappen stond. Ja. En toen, hoeveel schuld heb je toen opgelopen en op welke manier? Nou, het ging een beetje anders. Ik heb vastgoed verzameld vanaf de periode eind jaren 90 tot en met 2008, 2009. Het ging heel goed. Ik had 11 appartementsrechten, 2 panden, huis in Italië, een paar echt goed lopende bedrijven met winst gemaakt. Man in bonus. Op een gegeven moment had ik het plan opgepakt om dat te consolideren, dus even wat minder hard te gaan, want het was echt flink gas geven en met veel risico. En wat gebeurt er op dat moment? Ik was aan het investeren. Ik had wat geld nog geleend in een hypotheek bij een grote bank. En die bank kwam in de problemen. En dat vastgoed stond onder water. Dat begon met 1 appartementsrecht stond onder water. De bank zei, kun je bijstorten. Het kaartenhuis klapt in elkaar. Totaal, ja. Alles. De bank is ING als in dit echt, geval. Het is ING, ja. En ik heb nog een kort geding geprobeerd wat tegen te houden. En hoe groot is de schuld waarmee jij uiteindelijk bent opgezadeld doordat het allemaal instort? Als je de som maakt, dan zit je zo tegen een miljoen. Er is al een miljoen. Dus echt, we hebben wel iets van kunnen oplossen en kunnen regelen. Ja. Maar ik probeer even miljoen, te fixeren op dat bedrag, omdat dat zo'n groot bedrag is. Ja, dat is enorm. Ja. En dat zie je in die film. Je ziet die worsteling gisteren van jou om daar iets van af te betalen en je schulden te betalen en de deurwaarders van je af te houden. En naarmate die film voortgaat, denk je van ja, dit is niet te doen. Daar kom je niet meer vanaf. Dat
dat is niet helemaal waar. Daar kan Jacqueline denk ik dadelijk wat meer over vertellen. Maar het is heel schijnend, ja. Het is heel moeilijk om eruit te komen. Als ondernemer zeker. Kijk, als je als particulier failliet gaat, dan is het vaak een bepaalde doelgroep. En waar je het ook verwacht, daar is een heel sociaal vangnet voor. Er is veel voor geregeld. Maar voor een ondernemer, je bent helemaal alleen. Je bent echt eenzaam. Ik ben in de gemeente ben ik geweest bij schuldsanering. In Haarlem, ja. En die kunnen gewoon niks met mij. Maar ik volg het proces en dan op een gegeven moment, jij probeert een nieuwe onderneming te starten, investeerders te vinden, ziet er goed uit, op een gegeven moment lukt ook dat niet. En dan komt deze scène, je koopt dan een nieuwe auto als het beter trekt. Maar heel even kijken, dan zie je wat er gebeurt. Wat is er gebeurd met de kleinere leenauto? Die was van de vader van de investeerder. En het probleem was dat als er eens een keer een boete kwam, een parkeerboete, dan kwam die bij hem thuis. En dat wilde ik echt niet meer. Die kon er een goede deal mee maken, dus dat was een kans. We zijn zuinig voor auto's, we zijn goedkope auto's. Dat vind ik. We hebben die afdeling wel zo gemaakt. Dit is dan zo'n moment als je zit te kijken en denk je van, goh, waarom doe je dat? Maak je daarmee je probleem niet nog veel groter? Dat begrijp ik heel goed. En dat is ook echt wat ik denk ik ook zou denken als je het zo ziet. Kijk, het probleem is daardoor niet groter geworden, want die auto, dat geld is verdiend en dat is betaald. We moeten ook niet vergeten, mijn vrouw Merel, die is ook ondernemer. En je ziet hier ook in de periode dat het echt weer een heel stuk beter ging. Het bedrijf maakt ook winst in die periode. En je ziet tegelijkertijd dat dat je de boodschappen echt niet kunt afrekenen. Dat je geld moet lenen van je dochter uit de spaarpot om kerstspullen te kopen. 15 euro, dat het zo, dat er eigenlijk niks meer is. Dat is natuurlijk een enorm schrijnend beeld is dat. Ja. Dat is van die periode daarvoor. Je ziet hier, er komt eigenlijk een kentering in de film dat je er ziet dat het beter gaat. En we beginnen winst te maken. Ik heb op dat moment niet alleen dat investeringsproject, eigenlijk twee investeringsprojecten, maar ik heb ook een fulltime baan. Ja. Dat combineer ik. Nou, dat is even heel hard werken. Op dat moment zou ik misschien kunnen. En mijn vrouw die heeft een onderneming. Dus dit is de gezinsauto. Je dacht dat het kon, maar de deurwaarder is toch steeds die hangt boven jullie hoofd. Jacqueline, jij kijkt naar veel meer ondernemers die dit probleem hebben. Is dit een groot probleem? Het is een heel groot probleem. Het is ook van alle tijden. Dus, maar een miljoen, is dat een excessief bedrag? Of komt dat een miljoen is veel, hè, maar wij hebben ook ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn, die meerdere miljoenen schuld hebben. En ja, op zich hou ik me niet zo erg bezig. Ik bedoel, het is toch vreselijk natuurlijk zo'n bedrag, maar een schuld van 40.000 euro kan net zo goed een probleem zijn voor een ondernemer, voor een ZZP'er, als 1 miljoen of 2 miljoen. Het belangrijkste is dat je weer naar een oplossing gaat. En dat is wat ik al sinds 94 doe. Ik ben ooit in mijn uppie begonnen, omdat ik zag, er is niets voor ondernemers met financiële problemen. En dat is wat groot geworden. Er zijn heel veel gemeentes in Nederland die wel schuldhulpverlening voor ondernemers vergoeden. Maar hoe kom je hier vanaf? Dat was eigenlijk de vraag. Ja, je kunt uiteindelijk vanuit de mogelijkheden van de toekomst, makkelijker gezegd dan gedaan, maar stel je wordt morgen wakker, je hebt geen schuld. Wat dan? Wat ga je dan doen? En hoe creëer je aflossingscapaciteit? Is het beter om met je bedrijf door te gaan? En dat je van daaruit een lening, dus een saneringskrediet, vergaart en daarmee de schulden afkoopt? Of is het beter om te stoppen met het bedrijf en in loondienst dan de aflossingscapaciteit? Dat is interessant, wat je nu zegt, loondienst. Ja. Want er zit ook een hele mooie scène in, of een navrante scène eigenlijk, dat jij dineert met je zus. En dat is precies wat zij tegen jou zegt van, joh, Serge, stop nou met het ondernemen, ga in loondienst, dan kan je die schulden afbetalen, heb je zekerheid. Dit is wat zij zegt in de documentaire. Ik heb heel vaak tegen je gezegd, ga alsjeblieft voor een werkgever werken en ga gewoon geld verdienen, dus maar schame loontje. Dat gevloed. Ik snap heus wel dat jij een ondernemer bent, puur zang, en dus dat is waar je blijft voor. Maar je hebt wel een gezin, je hebt verantwoordelijkheden, je hebt 3 kinderen. Stel je voor dat je mijn man geweest was. Wat? Nou, ik had jij echt wel aan het werk. Ik had je wel gezellig. Ja, nee, je werkt helemaal. Ik bedoel, dat jij gaat voor een werkgever werken. In dienst. De zekerheid van inkomen. Het is geen dag geweest dat de kinderen niks te doen gezeten hebben. Ja, dat wordt vaak gedacht.
Ik heb natuurlijk de documentaire ook, ook gezien. Daar kijk jij ernaar. Ja, dit is heel pijnlijk om terug te zien. Ik heb gisteravond zelf ook niet gekeken en had ik de film al een keer gezien. Maar ik heb op een gegeven moment Merel, mijn vrouw, beloofd om een baan te gaan zoeken. Op het moment dat één investeerder zich terugtrekt. Dat is een beetje op een gekke manier gegaan. Maar in ieder geval, resultaat dat ik een baan ben gaan zoeken. Ik wist het ook echt even niet meer. Ik was echt totaal de weg kwijt. Ik ben op de fiets gestopt. Ik ben naar Italië gefietst. Samen met mijn oudste dochter. Die was 13. Was heel gezellig. 100 kilometer per dag. Het was echt helend. En toen waren we in Italië. En toen vroeg Merel aan mij van Serge, wat ga je nu doen? Want het was gewoon weer mislukt. Uiteindelijk kan dat op een andere manier, maar het staat hier los van. En toen vroeg ze aan mij, wat vond je nou het leukste dat je ooit gedaan hebt? En ik kon echt wel een paar dingen noemen. En een van de leukste dingen die ik gedaan heb, ik heb op een hotelschool gezeten. En ik heb mijn hotelschoolstudie betaald met werken in het Amstelhotel. En toen zei ik vond het werken in het Amstelhotel wel leuk. En toen zei ze, dan moet je Ronald op te bellen. Die is daar restaurantmanager en een goede vriend van mij, klasgenoot. En klasgenoot, die heb ik gebeld en die zei van, nou, je kunt hier wel aan de slag. Dus ik ben daar in het à la carte restaurant gaan werken. Dat was echt helend, op een fietsje heen uit Amsterdam, vanuit Haarlem naar Amsterdam. Dat was echt goed en het salaris werd uitbetaald. En letterlijk, twee weken later lag er al een loonbeslag van 117.000 euro van een van de banken. Dus het kan niet zonder schuldhulpverlening. Nee. En want dan is het heel leuk van, ga voor zekerheid, ga voor je inkomen. Maar ondernemers gaan ook heel lang door, omdat ze ook zien van ja, als ik in loon is ga, dan krijg ik een loonbeslag. Ja, en als je... Kom je niet verder? Nee, als je een miljoen schuld hebt, dan heb je een eeuwigdurend loonbeslag. Dus dat biedt dan ook geen perspectief. Maar ik zou benieuwd naar Bennis, waarom heb je überhaupt meegedaan aan die documentaire? Want leven ziet eruit alsof je dat liever niet wil laten zien, dat deze problemen bestaan. Maar als je het meedoet, dan... Dat is natuurlijk de hamvraag. En die vraag die krijg ik ook doorlopend. Kijk, ik omarm ondernemerschap. Ik geloof er ook echt in. Maar ik wil een lans breken voor ondernemers die in deze situatie zitten. En Fleur heeft mij hiervoor gevraagd. We hebben heel veel discussie gehad. Documentairemaakster. Ook met Merel erbij. Nou, er is echt veel water door de Rijn gegaan voordat we die keuze gemaakt hebben. En wat mij echt op een gegeven moment woest maakte, is dat zij dit programma-idee indiende bij een tv-maker. En die tv-maker die zei van, ach, waar heb je het over? Dat zijn een paar paradijsvogels waar het hier om gaat. En toen dacht ik, je moest eens weten hoe groot het probleem is. En het gaat niet alleen over mij, maar elke ondernemer. En we kunnen de grootste noemen, noem maar een rijtje. Ze zullen allemaal tegenslag herkennen. Maar wie wist dit allemaal? Wist jouw vrienden dit, je familie, op aan achter door deze film? Wat het consequentie is van heel veel schulden, is dat je in een isolement raakt. Mensen vinden het heel moeilijk om om te gaan met iemand met schulden. Dat begrijp ik ook best, want het is ook niet gezellig. Als je naar een feestje gaat, waar ga je het over hebben? Hoe gaat het? Je hebt geen goed antwoord. Uit eten gaan, daar heb je geen geld voor. Ja, Serge, we nemen je mee, we gaan een pot bier drinken. Nou, heel gezellig, ik hou daarvan. Maar ja, dat betalen wij voor jou. Ja, dat wil ik dan ook weer niet. Dus, dus je zondert je af. Serge, het verhaal is schijnend. Ik ben blij dat je het verteld hebt gisteravond en dat je hier het nog een keer hebt uitgelegd. En ook om aan te geven dat het echt een heel groot probleem is. Ik wens jou en je familie heel versterkt om hier uit te komen. En de documentaire Schone Schijn is terug te kijken op de website 2Doc. Ontzettend bedankt dat jullie hier waren.